Geweldig, een volle zaal met een elektron. Echt, leiders gebruiken PowerPoint. Nee, die gebruiken Keynote. Ja. Ik zou best daar eens zitten. Goed, welkom allemaal. Heel fijn om weer eens een keer hier aanwezig te zijn. Mijn bijeenkomst in de Big Bang Club. De laatste keer dat ik er was in Eindhoven, rum 2000. Ja. Dus dat is alweer enige tijd geleden. Ik had het plan om in 2020, precies 20 jaar na die rum 2000, nog eens een keer op bezoek te komen. Om te kijken van wat is er allemaal veranderd in die tijd. En toen was ik bezig met een Atom in PC kaart, een 6502 kaart die in een ISA slot gestoken wordt. En dan zat er allemaal rom op en dan kon je gewoon eigenlijk Atom programma's draaien op een PC. En je kon erbij gebruik maken van alle hardware die in de PC zat. Nou, daarna heb ik nog een paar jaar daarmee doorgestoeid. En op een gegeven moment is eigenlijk de hele Atom 8-bit computertechniek wat naar de vergetelheid gezakt. Er kwamen andere interesses, kinderen werden wat groter. Je weet hoe dat gaat en op een gegeven moment word je wat ouder en krijg je een berichtje van een oude kennis van ken jij het Stardot Forum? Dat was ongeveer in 2012. Nooit van gehoord, dus ik ging eens kijken en wat bleek, het hele forum staat vol met leuke dingen, nieuwe dingen voor 8-bit Acorn computers. En toen liep ik het virus weer opnieuw op. Mijn oude Atom werd van zolder gehaald. Het ding dat rammelde aan alle kanten, letterlijk en figuurlijk, viel uit elkaar, letterlijk en figuurlijk. En het werd tijd om een nieuw moederbordje te maken voor die Atom. En dat heb ik ook gedaan in 2014, 2015 is er eigenlijk een nieuw moederbord gemaakt voor de Atom. En daar zaten eigenlijk allerlei nieuwe technieken zaten erop, zoals een MMC interface, VGA aansluiting, wat meer geheugen. En dat leidde dus eigenlijk tot een heel stabiel Atom systeem. Daarna heb ik nog een geheugenkaart gemaakt voor de Atom, voor een standaard Atom. Voor mensen die wel uitbreiding willen hebben, want er begonnen inmiddels ook meer spellen te komen. Kees van Os heeft daar heel veel aan gedaan, heeft bepaalde bekende Acorn spellen gepoord naar de Atom, zoals Repton, Chucky Egg, Jet Set Willy. En de laatste jaren zijn er nog een 200 spellen bijgekomen voor de AGD, die hebben ook allemaal minimaal 32K RAM nodig, dus dat was wel nodig voor de Atom. Dus daar heb ik nog een geheugenkaart ontwikkeld. Nou, dat is een beetje de inleiding. Want toen dat allemaal klaar was, het draaide allemaal stabiel, kreeg ik voor mijn werk, ik ben webontwikkelaar, een vraag van kan je eens uitzoeken hoe ik vanuit een systeem ergens op een willekeurige locatie in het land verbinding kan maken met een datacenter om wat gegevens over te zetten. Het zijn korte berichtjes, boodschapjes die overgestuurd moesten worden. En toen ben ik even gaan kijken en toen kwam ik uit op een SMS-module, maar ook op een wifi-module gebaseerd op een ESP8266 controller. Nou, die module die vond ik eigenlijk best wel interessant. Ik denk, hé, dat is leuk om eens aan de Atom te knopen. En toen ben ik begonnen met het opzetten van een eerste prototype-printje voor de Atom om daar wifi op te krijgen. Nou, dat is deze kaart geworden. Het display dat, staat er verder los van. Was een extra speeltoevoeging, zodat ik de tijd ook zichtbaar kon maken. Dit is dan de ESP-module en er zit nog wat andere IC's op. Ik heb er wat software bijgeschreven, zodat ik verbinding kon maken met de netwerken. Ik kon zien welke netwerken in de buurt zijn. Ik kan een bestand downloaden van het internet. En daarmee was eigenlijk de basis gelegd. In diezelfde periode verscheen er op Stardot een post van iemand die zegt Acorn Electron Online Any Such Hardware. Ik denk, hé, dat is toevallig. Ik ben net bezig met wifi voor de Atom. In hoeverre is dat om te zetten naar de Electron? Ik ben dan aan de tekentafel gegaan en er is deze kaart uitgekomen. Maar voordat het zover was, is er toch heel wat water door de Maas afgestroomd, want ik had nogal wat hobbels te nemen. We hebben op deze kaart, hier zit dan het hoofdcomponent, hoewel alle andere componenten ook hartstikke belangrijk zijn, want allemaal één weg en dan doet hij het niet meer. Toch, Timo? Ja. Ja. En die communiceert eigenlijk op basis van serieel RS-232 protocol met je hostcomputer.
Het leuke van dit kaartje is dat hij met AT-commando's spreekt, net zoals we vroeger met een modem hadden we AT-DT, een telefoonnummer, en dan hoor je piep en je had verbinding met een systeem. Zo werkt dat hier ook, je geeft een AT-commando, CI, IP start, en dan een protocolnaam, een IP-adres, een poortnummer, en je maakt verbinding met een host. Dus het aansturen hiervan is relatief eenvoudig. Hallo. Te laat. Nou, af voor me maken. Ja. Dan komen we meteen bij de eerste uitdaging. Hoe laten we dit communiceren met de elektron? Want de elektron heeft standaard geen seriële poort aan boord. Ook niet in de plus 1. Er zit wel wat software voor RS-242. Maar niet voor, er zit geen hardware in. Daarnaast, de hardware die je al kunt krijgen als een seriële poort zoekt voor de Electron en ook voor de BBC gaat dat trouwens ook, is de snelheid beperkt tot maximaal 19K2. En ja, dit printje kan tot 115K2 gaan. En dat is ook ja, toch best wel prettig als je een beetje tempo hebt in je downloads. Dus ik heb gekozen voor een 16C2525 dual UART. Die snelheid aan kan. Dat betekent ook dat ik twee seriële poorten heb. Eentje daar wordt gecommuniceerd met de ESP-module en de andere die is vrij voor eigen gebruik. Data komt dus binnenstromen op 115k en dat is voor een elektron is dat best aanpoten, zeker als je dat in zijn lage geheugen moet gaan doen en al helemaal als je een hoge resolutie aan hebt staan, dan gaat hij dat echt niet trekken. Krijg je echt dataverlies omdat de elektron met zijn traagheid effectief draait hij ongeveer op 0,8 MHz als je in een hoge resolutiemode zit. Maar dat beent hij niet bij. Dus heb ik er wat extra RAM op gezet, is 128K geworden. Dat is gebaseerd als, uitgevoerd als paged RAM. Dus dat zit op pagina FD, daar heb je dan 256 blokjes van 256 bytes. En daarmee haal je dus 64k. Door een pootje van de UART te gebruiken als extra adreslijn, kan ik wel de tweede bank van 64k in die RAM-chip aanspreken. Dus ik heb wel de volledige 128k RAM tot mijn beschikking. Nou, hier zit dan het registertje, het page-register, wat dus eigenlijk zorgt voor bankswitching in die RAM. Dan krijgen we de ROM. Want er moet natuurlijk ook wat software voor gemaakt worden, zodat je er makkelijk mee kunt werken. Ook daar heb ik gekozen voor een 128k ROM IC. En met wat trucjes en schakelen kan je daar 64k van gebruiken. Maar in de praktijk wordt eigenlijk gewoon standaard 2 keer 16k gebruikt als sideway ROM. Nou, met die combinatie van componenten en geheugensamenstelling haalt Electron het makkelijk om probleemloos die 115K2 aan data binnen te halen. Er wordt op dat moment geen processing gedaan van die data, dus het is echt puur binnenlezen, opslaan en als de hele transfer afgerond is, dan pas gaat de software kijken van wat heb ik nou binnengekregen, wat kan ik daarmee. Nou, het laatste componentje op de wifi print zijn dan een CPLD voor de adresdecodering van al die componenten die erop zitten. En nog een kleine voeding, omdat de CPLD en de wifi module gevoed worden met 3,3 volt. Die kunnen niet met 5 volt overweg. Dat is de bouw van de kaart. Als je die kaart dan presenteert, zeggen mensen meteen van oh wat leuk, het is voor een Electron, het is een Electron cartridge, doet hij het ook in de BBC Master, want die heeft ook zo'n slot. Het ontwerp is gebouwd met inderdaad mastercompatibiliteit in het achterhoofd. Er zijn ook vanuit de bus en de CPLD is er rekening gehouden met signalen om te detecteren van zit hij in een Electron of in een master. Alleen in de praktijk bleek het zo te zijn dat dit printje net iets te breed is om in het slot van de master te passen. Dus je moet de buizing eraf halen, wil die passen. Geen goede oplossing. Maar dan heb je ook nog niks voor de BBC computer. En dus voor de BBC is weer een andere versie gemaakt, die eigenlijk heel erg erop lijkt. En die wordt aangesloten op de 1 MHz bus. Dat
is de brede connector. En is meteen zo uitgevoerd dat je wel weer door kunt lussen naar een volgend apparaat. Enerzijds is dat wat praktisch. Anderzijds is dat eigenlijk ook conform de design specificaties van Acorn zoals die opgesteld zijn. Je moet namelijk door kunnen lussen en de laatste print, zal ik zeggen, die moet je kunnen afsluiten met afsluitweerstanden. Nou, daar is hierin voorzien. Het grote nadeel van de 1 MHz bus is dat je er geen sideway ROM op kunt plaatsen. Dus de ROM ontbreekt ook op deze print en moet los meegeleverd worden en in een socket op de BBC geplaatst worden of in een ROM geladen, al naar gelang je systeem geconfigureerd is. Ander nadeeltje van de 1 MHz bus is dat er geen plus 5 voedingsspanning aanwezig is om je print te voeden. Daarvoor heb ik gekozen om er een tweede connector op te zetten die naar de userpoort gaat. Dus met behulp van 2 bandkabels sluit je deze aan en dan wordt je meteen gevoed. En ook hier heb je een extra connector waarmee je dan je userpoort nog tot beschikking hebt. Dit is de eerste versie van de print en daar zat een klein foutje in, want die doorverbinding op de userpoort die zat er niet op. Maar in de nieuwe versie is die er wel bij. Voor de rest is de schakeling eigenlijk grotendeels hetzelfde. Er zit ook die 128K RAM op. De seriële interface met 2 poorten. Nu, een van de grote verschillen tussen het prototype van de Atom en van de BBC Electron is de gebruikte CPLD. Dus hier is het een SMD componentje en die is nog goed leverbaar. En hier is het een PLCC uitvoering die niet meer leverbaar is. Je kunt wel via eBay of AliExpress nog aan die componenten komen, maar de kwaliteit is altijd een heel groot vraagteken van wat krijg ik binnen, doet hij het wel? Is het überhaupt het gewenste component of is het alleen een zwart blokje met een nieuwe stempel erop? Dus om weer terug te gaan naar de Atom, heb ik voor de Atom een printje gemaakt met een 1 MHz bus compatible connector en een userport compatible connector. Dus ik kan de BBC print, kan ik ook weer aan de Atom koppelen en daarmee is het rondje weer rond. Ik heb hier voor de Atom heb ik wel nog plaats gemaakt voor voor 4K ROM. Zodat een standaard Atom waar verder geen uitbreidingen in zitten, toch gebruik kan maken van de wifi interface. Tot zover de hardware. Zijn daar al vragen over? Ja, je zei dat Electro had problemen met 150 kilocoud. Ja. Maar dat is waarschijnlijk omdat die niet kon opslaan of zo. Nu heb je geen extra processor toegevoegd. Ik heb geen extra processor toegevoegd. Nee. Het is een extra geheugen lost het probleem op dan? Ja, het probleem zat erin, bleek gewoon uit de praktijk heb ik dat ervaren, dat het ophalen van het byte, wat binnengekomen is van de UART en dat op te slaan in het gewone basisgeheugen van de Electron, dat hij daar gewoon in zijn timing toch niet haalt. Terwijl als je het gaat uitrekenen zou het eigenlijk net wel moeten kunnen, maar in de praktijk bleek het gewoon onbetrouwbaar te zijn. En daarom heb ik inderdaad voor gekozen om dus extra geheugen op die kaart te zetten. Heeft ook wel voordeel dat je inderdaad, je kunt gewoon 64K of als het software nog omprogrammeert, gewoon 128K bufferen wat binnenkomt. Daarna op je gemak gaan verwerken. En zeker in hoge resolutie modus bij de Electron heb je maar K of 8, 9 heb je beschikbaar. Dus je kunt er ook niet veel mee. Maar zo in die configuratie draait eigenlijk de hele processor continu op 2 MHz, omdat je helemaal niets, bijna niets doet in het lage geheugen. Het zit ook in die communicatielus. Die is ook zo gemaakt dat er geen JSR, dus geen jump to subroutine zit, want dan krijg je weer toegang tot de stack, wat het systeem weer vertraagt. Maar door dat te omzeilen, is er dus eigenlijk op het moment dat er een transfer plaatsvindt, geen communicatie in het standaard geheugen van de Electron. Zeg je eigenlijk ook dat het standaard geheugen van de Electron trager is dan het nieuwe geheugen? Ja, de Electron die is opgebouwd uit RAM-chips van 64 kilobit, 4 bits breed. En dus voor elke leesopdracht of schrijfopdracht die de processor moet doen in de eerste 32K bank, moet in 2 keer gebeuren. Namelijk eerst het hoge nibbel en dan het lage nibbel of net omgekeerd. En dat vertraagt de Electron enorm. Ik ben wat later binnenkomen lopen, excuus daarvoor, maar de wifi-processor,
protocollen die ondersteund worden, dat gaat tot de meest recente standaard aan toe, of houdt het bij 2,4 op? Of? Ik heb niet geprobeerd op bijvoorbeeld op de 5 gigahertz band. Dus, maar dat is een beetje inderdaad afhankelijk van wat die controller eraan kan. Ja. Dus, maar ja, goed, ik gebruik mezelf voornamelijk op 2,4 gigahertz. Ik ben eigenlijk nog geen situatie tegengekomen waarbij ik geen wifi-verbinding kon maken. Nee, maar goed, de meeste mensen hebben natuurlijk afhankelijk van of ze een abonnement switchen, maar krijgen we modernere routers in huis. En ook qua, als je in een drukke woonwijk zit, dan kan het soms fijn zijn om bijvoorbeeld op 5 gigahertz te gaan zitten vanwege die korte afstanden. En dan maakt het qua snelheid natuurlijk niks uit, maar ja. Het is meer qua dekkingsgraad, zou het misschien interessant kunnen zijn. Ja. Nee, ik heb daar niet bewust naar gekeken, ook niet specifiek naar gekeken. Van de andere kant, er zijn inmiddels al behoorlijk wat kaartjes letterlijk figuurlijk de wereld rondgegaan. Ik heb er al naar Canada en Nieuw-Zeeland gestuurd, en Australië. Er zijn er veel in Engeland terechtgekomen en ook hier in Nederland zijn de nodige kaartjes inmiddels geleverd. Ik heb er ook nooit klachten over gehad, dat mensen zeggen van ik heb een moderne router en ik kan geen verbinding maken. Het probleem speelt nog niet. Dan ga ik eens even wat commando's demonstreren, zodat jullie beter kunnen zien wat de mogelijkheden zijn. Het beeld is helaas niet super scherp. Het is dus zoals gezegd een site weer omgemaakt met een aantal handige functies, zoals de helpfunctie. Met help wifi krijg je een overzicht van de commando's. Bovenaan staat het datecommando. Waar Timo vanmorgen al een hele spreekbeurt over gehouden heeft. Dit haalt inderdaad gewoon de tijd op van mijn webserver en laat die op het scherm zien. Nadeel is inderdaad dat ik via het HTTP-protocol werk, dus ik krijg een enorme overhead. Maar op zich valt dat in de praktijk ook wel mee. Het voordeel is dat mijn code inderdaad ontzettend kort is. Demonstratie, dat moet ik net niet doen. Is om verbinding te maken met het netwerk en op te vragen of je een netwerkverbinding hebt. Nou, ik ben dus nu verbonden met het wifi-netwerk van Big Ben Club. Ik heb mijn IP opgevraagd, mijn IP-adres. Ook dat heb ik binnengekregen, 8.22. Dan even kijken of we naar buiten kunnen pingen. Dat werkt op zich wel. Nu komt ook de tijd binnen. Waarschijnlijk moest er even iemand wakker worden ergens. Maar je ziet nu eigenlijk dat de opvraag van datum en tijd, ondanks dus dat je een behoorlijke overhead hebt vergeleken met de 10 karakters die je binnen wilt krijgen, dat het toch vrij snel gaat. We hebben een wgrep-commando, daarmee kan je dus bestanden downloaden en dat kan ofwel zijn rechtstreeks naar een site weer om in. Je kunt ook een tekstfile op het scherm tonen. Dus zo heb je al een e-reader voor de Electron. Speed e-reader. Zo kan ik niet lezen hoor. Page mode staat niet aan. Speed shift. Maar wat veel mensen vaak willen is toch gebruik maken van
van software die er al is en dan moet het spelletje spelen. Huh? Ja, dat is toch een van de vragen die ik vaak krijg van kan je ook spellen spelen? Ja, dat kan. Mijn wifi DFS uitzetten. En daarvoor hebben wij een menu gemaakt waarin zo'n 700 titels opgeslagen zijn als UEF bestand. En dat is een emulator bestand waarbij eigenlijk een letterlijke kopie gemaakt is van een tape en die is opgeslagen. Nou, hier kan ik hem gaan zoeken naar een spel. Bijvoorbeeld ik wil Snapper spelen. Dan krijg ik alle titels te zien waar Snapper in staat. Maak mijn keuze op A. Hier wordt het UEF bestand ingelezen. Ja. En daar gaat hij dan eens. Het is een aparte routine, ja. Ik heb hem overgenomen van vanuit Stardot. Dat is iemand die heeft UPURS gemaakt. Dat is eigenlijk een communicatiesysteem tussen een BBC en een PC over ook een seriële verbinding. Die heeft daar UPCFS voor gemaakt. En dat heb ik eigenlijk aangepast naar het wifi systeem. Wat dus vooraf gebeurt met het WGET command, dat zag je ook even in het scherm komen, lees ik hem in 64k van die RAM. En dan schakel ik het CFS systeem, het wifi CFS systeem in. En dan kan hij dat op dezelfde manier gebruiken en dan lijkt het dus eigenlijk alsof het een tape is. Ja, heel clever. Nou ja, je zag hoeveel blokken dat er geladen worden. Je kunt je misschien nog wel herinneren van vroeger hoe lang dat duurde voordat het binnen was met een cassettebandje. En je ziet nu toch dat de performance eigenlijk best aardig is. We hadden de tijd, je moet alles snel. Ja. Hij speelt het niet eens. Jullie zien nu ook op het scherm staan Wifi Disk Filing System. Dat is een variant op het DFS systeem. Wat nu mogelijk is, is dat ik op een webserver een disk image mount en dat koppel en dus kan gebruiken als zijnde een gewone diskette. Vier images kan ik koppelen. En dit staat op die workdisk. Nou, nu heb ik dus een programma gestart dat opgeslagen is in een image op mijn webserver. Nou, dit programma haalt nieuwsberichten op die op NOS Lite staan. Is ook nog redelijk actueel zoals je ziet. Dit is een demoprogramma dat ik even gemaakt heb voor vandaag, zodat je toch een leuke toepassing ziet. Ik krijg hier een overzicht van de 20 recente berichten die er staan. En die kan ik dan lezen.
Hier heb ik wel PageMode aanstaan, dus je kunt inderdaad op je gemak het nieuws lezen. Dit programma is in Basic geschreven en je ziet het is niet echt lang en ook niet echt gecompliceerd om zelf iets te maken. Voor de BBC zijn er op bbcmicro.co.uk ruim 3000 disk images opgeslagen. En het is dus ook wel leuk als je die in menuvorm kunt opvragen. Dus analoog aan het cassettebandjes menu hebben we ook een diskarchief menu. En ook hier kan je dus eigenlijk op dezelfde manier een spel downloaden. Ik neem even een van de meest recente. Die was Electrobots. Die is onlangs uitgebracht. Hey! En je ziet ook hier dat de performance best aangenaam is. Ik heb het niet vergeleken met een disk drive, maar ik denk niet dat er veel tijdverschil in zal zitten. Het is ook mogelijk om met behulp van een klein programmaatje, ik heb dat zelf in PHP gedaan, als je dat op de webserver draait, om dus ook te kunnen schrijven naar die disk images. Dat is iets wat met de cassette images niet kan. Maar bij Wifi DFS kan je inderdaad ook gewoon data opslaan op je image. En verder, en nu hebben jullie eigenlijk de hoogtepunten wel gezien, wat er tot nu toe gemaakt is. Het is ook mogelijk als je een netwerkprinter hebt. Ik heb zelf een Oki laserprinter met netwerkinterface. Ook daar kan ik gewoon een TCP-verbinding naar opzetten naar de lineprinter daemon poort, 9100 is het geloof ik. En dan kan ik dus inderdaad gewoon ASCII-tekens vanuit de Electron of BBC sturen naar de printer en dan drukt hij dat ook nog af ook. Dus ook netwerkprinten ligt binnen de mogelijkheden. De ROM op de wifi-kaart voor de Electron die is uitgevoerd als flash-ROM en die kan ook online geüpdate worden. Dus als er een nieuwe versie komt, straks met NTP-software in, dan hoeft niet iedereen zijn rommetje naar mij terug te sturen of gaan te zorgen dat hij een programmer heeft. Je kunt gewoon online met een update-commando kan je de ROM updaten in die Electron. Dat is met de BBC-versie dan helaas niet mogelijk, omdat daar de ROM in zo'n socket zit en die is niet standaard beschrijfbaar. Er zijn mensen die er flash ROMs inzetten, maar dat heeft niet iedereen, dus daar is die mogelijkheid niet in voorzien. Er zitten nog wat andere kleine commando's in die ik zelf vaak gebruik bij het debuggen om een RAM-dump programmaatje om te kijken van wat staat er in die page RAM. Er zit nog een RAM-test in om die page RAM te testen. Enfin, genoeg gedaan en er is zeker ook nog wel genoeg te doen. Ik wil het gaan afronden. Ik denk dat mijn half uurtje er bijna op zit nu. Zijn er nog vragen? Dan mogen die nu gesteld worden. Anders ga ik mijn apparatuur verhuizen naar de zaal hiernaast. En daar ben ik uiteraard de hele dag nog beschikbaar en bereikbaar om andere vragen of diepgaander in te gaan op de techniek die gebruikt is. Zijn die printjes voor de BBC ook al leverbaar? Ja, ze zijn leverbaar. Ik heb een paar maanden geleden zelfs de tweede batch van 10 printen gekregen. Het enige probleem waar ik nu tegenaan loop, en dat heeft iedereen die iets met IC's doet, is dat er een tekort is aan chips. En dat vertaalt zich nu in tekort aan de CPLD's en de spanningsregulator van 3,3 volt. Dan denk je, waar hebben we het over? Is er ook niet.
Maar ik heb de nieuwe versie van de BBC print heb ik uitgevoerd dat ik twee types erop kan zetten. Dus ik kan ook nog wisselen als de ene niet beschikbaar is, dat ik een ander type erop kan zetten. Beide zijn dit jaar niet meer leverbaar. Ook niet voor mijn videoklanten zoals jij. Ook niet voor mijn. Het goede nieuws is dat ik wel nog een voorraadje heb voor 3 à 4 printen. Ja, dan ga ik een bestelling plaatsen. Ja. een klein vraagje. Jij zei dat de print eigenlijk iets te breed is voor de master. Ja. Ben je dan van plan om een nieuw printje voor de Electron te ontwikkelen dat die ook in de master past? Want ik ken iemand in Maden die zou dat heel erg op prijs stellen. Met zijn eigen rekencentrum. Voor zijn eigen Acorn, International Acorn Museum. Hij wist het zelf niet. Ik denk op zich wel dat mogelijk. Nou, nee, we hebben er al eens naar gekeken. Nee, ik zag er wel een stuk aan. Het probleem is ook dat het is een 4-laag print. Ja. Dus er lopen best wel heel wat koperbaantjes. Maar ja, misschien dat het wel mogelijk zou zijn om hier. Ja, we hebben er al eens naar gekeken. Pas 6 mm of zo. Ja, dat is waar. Ja, dat scheelt. Dat is een bandkaartje. Maar hij past helemaal niet? Nee, hij past helemaal niet. Helemaal niet. Nee. Hij heeft wel een goede ontvangst. Van de andere kant, met de Amiga's versie is het wel mogelijk. Daar hebben we hem ook op een master getest. Ja. Want die spelletjes van Oost-Dat hij zelf op een Ja, goed, ik heb zelf dus een bedrijf dat zich met internet bezighoudt. Dus ik heb de cassettes, die heb ik inderdaad op mijn eigen server gehost. Maar de disk images voor de BBC, die staan echt op bbcmicro.co.uk. Dus die worden er ook rechtstreeks van gedownload. Als iemand nu in zijn weblogging gaat kijken, zie je dat staan. Electron Wifi DRS als client. Ik heb gemerkt dat heel veel van die UEF-files, van die games, daar werken er ook best wel veel niet. En ik zag ook iemand online zeg maar, die ook een lijstje aan het bijhouden is van wat werkt er wel of niet. Maar weet je hoe dat komt? Zijn die files gewoon niet goed? Of nee, is er misschien in mijn, want mijn Electron is ook heel erg uitgebreid dat het daar misgaat? Waarschijnlijk wel hoog staan, denk ik. Het zijn tapes natuurlijk, die moeten lager laden. Ja, maar het wordt gestart met een tape, starts tape commando. Dus je pointer komt wel laag te staan. Ja. Dat zou op zich geen probleem mogen zijn. Ja, ik zag het net ook met snappers, zeg maar, die dan die laat. Ik heb dat ook al. Ja, heel veel werkt ook wel, maar sommige dingen werkt er dan weer niet. Dus ik vroeg me af van wat is dat dan? Nee, maar dat komt ook uit dat UPCFS-systeem. Die geeft ook al aan van heel veel spellen. Veel spellen werken niet. Ja, is gewoon niet goed geconfronteerd of. Ik weet niet waar het in zit, ik heb me daar nooit in verdiept. Nee, het is eigenlijk geen probleem van de wifi-kaart of van de setup van de Electron. Nee, ik weet net, er zijn een paar spellen die UEF-bestanden zijn langer dan 64k, dus die past niet in zijn geheugen dan. Oh, ja. Omdat je maar 64k gebruikt van 128. Ja, dus dat soort dingen. Dat speelt natuurlijk wel een rol. Ja. Dan ligt het wel van de hardware van de Electron. Ja, oké. Ik wil er ook wel wat over zeggen, misschien. Oh ja. Want ik ben zo heel erg mee bezig geweest. Dan een verhaal van mij, die kan nu UEF van nou. Er zijn een aantal problemen, denk ik, van sommige UEF's en van de archive.org. Dat zijn eigenlijk de BBC UEF's. Het tweede probleem is dat ze zijn allemaal gezipt, in principe, dus je moet eerst unzippen. En er zijn ook sommige die zijn dus
laten wij het op.